Hier op Immersive Tech Week hadden we een event onder het thema Metaverse, waarbij we vanuit provincie en gemeente Rotterdam samen hebben gekeken, oké, wat betekent dit voor onze steden? En daar allerlei perspectieven bij getrokken om te kijken hoe de nabije toekomst eruit ziet. Wij verwachten dat de Metaverse sowieso zijn intrede gaat doen. En wij moeten nu al gaan nadenken over wat de kansen zijn voor de Metaverse, maar ook wat de uitdagingen zijn. De Metaverse is een omgeving waarin we op een andere manier virtueel met elkaar dingen kunnen doen. En op een manier dat het ook echt waarde toevoegt voor de stad, voor alle stakeholders van de stad en uiteraard de burgers. Als jij nu zegt, goh, ik wil mijn mening kunnen inbrengen op een renovatieplan van de wijk, en jij krijgt alle stukken van het kadaster opgestuurd, dan is dat doorgaans voor heel veel mensen technische, taaie materiaal en heel veel mensen doen al niet mee. Maar het interessante aan de Metaverse is dat het een ervaring is die voor heel veel mensen eigenlijk heel natuurlijk is. Zelfs als je niet goed meekomt op school, dan is dit iets wat je eigenlijk met paplepel ingegoten hebt gekregen en dat gaat lukken. Een van de toepassingen is bijvoorbeeld de ervaringen, onder andere in toerisme, maar ook bijvoorbeeld een museumbezoek. Nou, er blijkt dat er al best veel mensen daarin geïnteresseerd zijn, maar het staat allemaal nog wel echt in de kinderschoenen. De grenzen van de Metaverse op dit moment worden bepaald door uiteraard technologie. Maar in belangrijke mate worden de beperkingen nu niet geleverd door de technologie, maar door allerlei andere zaken. Ethische bezwaren en vragen. Maar ook hoe we ervoor zorgen dat dit niet is iets wat geclaimd wordt door één bedrijf. En daarom is het heel belangrijk dat we heel veel experimenten doen, onderzoek, samen met studenten en publiek en private partners daarin samenwerken. Wij werken vanuit de Sharing Cities Alliance samen met de provincie om in eerste instantie events te organiseren en eigenlijk iedere keer een andere doelgroep te betrekken. En langzamerhand ook te kijken, oké, wat willen we straks in 2023 als pilots gaan doen om ook echt de voeten in de klei te zetten en te kijken hoe het in de praktijk werkt. We gaan het aanpakken door eigenlijk een heel flexibele vorm aan te nemen in dit project. Dus het doel staat nog niet echt vast. We focussen ons eigenlijk voornamelijk op de lessen die we leren gaanderweg. En willen we vooral ook inspiratie ophalen bij de deelnemers van deze kennis-events. En daardoor nodigen we jullie uit om mee te denken met ons, met de provincie, zodat deze Metaverse een project wordt voor en door ons allemaal.